Laat ik het zo formuleren. Wat doe jij bijvoorbeeld hier? Nou ja, hè? Ik woon hier. Oh. Dat wil zeggen, ik zit midden in een verhuizing. Ah, een verhuizing? Ja, daar komt een boel bij kijken. Ja, het is inderdaad een hoop geregeld, ja. Dus ik heb het ook nogal druk. Overzie jij de implicaties van jouw handelen wel? Wat? Verhuizen zonder verhuizers. Weet jij wel wat dat betekent? Nou, ik heb echt helemaal geen verhuizers nodig. De verhuizers houden er niet van als jij dingen buiten ze omdoet. Daar komen consequenties van. Oh, nou die verhuizers van je, die klinken anders wel een beetje bazig. De verhuizers zijn niet bazig. Of goed. Of slecht. Ze zijn er en dat is het enige wat jij hoeft te weten. Nou ja, hier zijn ze niet, nu niet, straks niet. En je tetje? Huh? Dit is Tedje. Hij beschikt over encyclopedische kennis en hij runt een uienwinkel. Het is waar. Oh, een groentewinkel. Nee, een uienwinkel. Ik ben een mutant. Ah, oké, en wat komt Tedje doen? Doen. Ja, we gaan het doen. Ja. Klein schurk, Tedje. Gadverdamme, klein ammertje. Jij weer. Vind jij ook? Dat als ik woorden uitspreek als nooit en vergooid. Ooi klanken? Ja, mooi, kooi, toernooi. Vind jij ook dat als ik zulke woorden uitspreek, dat mijn mond dan lijkt op een rot kersje? Moet ik daar serieus op antwoorden? Ja, wel graag, ja. Nou, dat zou nog wel eens lastig kunnen worden. Hoezo? Om te beginnen zit je in een doos. Wie zegt dat? Ik. Je zit in een doos. En als jij nu niet uit deze doos komt, dan heb ik geen zin meer in dit gesprek. Oh, dat doet pijn. Hey, maar zo bedoelde ik dat toch niet? Kom dan uit die doos. Dan zal je toch zien dat het allemaal wel meevalt. Hey. Wat komen jullie doen? Dingen in dozen stoppen. Waarom zouden jullie... Heb jij een doos op schoot? Ja. Waarom? Stinkdoos! Weg! Wat? Stinkdoos! Je bent een doos. Ik ben een mens. Ik ben een mens. Je maakt een toontje van streek, jij. Ik was aan het dromen van bananen en toen werd hij heel boos en daar word ik altijd zo moe van. Ja.
In geval van verhuizingen gaat men als volgt te werk. Licht de verhuizers in. Doe jezelf en je naasten een plezier en doe dat op tijd. Goed verpakkingsmateriaal voorkomt onnodig breken. Een voorwerp is goed ingepakt als het verpakt nuttiger, fraaier, gestroomlijnder, langer houdbaar, zo mogelijk intelligenter en in uitzonderlijke gevallen warmer is dan wanneer als was het uitgepakt was geweest. Maar wees gewaarschuwd. Bereid je goed voor! Let op je ademhaling! Ze dragen overal van die top. Leer hier een vreemde taal! En hou die dozen bij de hand! En vraag je in die taal af waarom? Waarom ook alweer? Waarom? Af! Ik heb een beetje een rare vraag. Ja, maar de verhuizers kunnen het elk moment zijn, hè? En jij hebt wat goed te maken in dit stadium. Ja, wat sta je daar nou? Wat is dit? Ja, de verhuizers kunnen het elk moment zijn. Nee, ik krijg een beetje de kriebels van. Hou vast. Ik weet niet meer waar de voordeur is. En... Wat voordeur? Ja, anders lijkt het een beetje anders op de overloop. Ja, dat heb je met oude huizen. Dames en heren, Leen is de voordeur kwijt. Ah, daar zal je ze hebben. Nou, doe jij even de deur open. Maar er is geen voordeur. Smoesjes! Oh, nou. Jongens, dat mag niet binnenkomen. Nee. Kristallen, Christozen, dat zegt niks. Het is mijn doekje en ik leg hem hier neer. Maar ik hoef je doekje niet. Wiese, wies, 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 wies. Oh, ze wiese, wat? Het is een groen doekje. Maar ik hoef je doekje niet. Wiese, wies, wies, wies. Wiese, walla, Christe. Daria, al drie vrienden, en doe jij